is de GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee. Welkom iedereen bij de 50ste GroenBurner Motor Podcast. Jubileumeditie. Lang zal die leven. Lang. Ja, mooi jongens. Ja. Wij zijn Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl, Joost Overzee van Kickstart en voor uw complete vijveronderhoud. En ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Vandaag hebben we een heel uiteenlopende boel onderwerpen. Dus ik stel voor, jongens, dat we van start gaan met de dingen die gereden zijn. Echt het nieuws op twee wielen. Moet ik de onderwerpen even overlopen? Nee. We beginnen gewoon met de Himalayan. Het is gewoon traditie. Heel profi dit. Traditie. Yes. Ja, de Himalayan. Royal Enfield, ja. Himalayan. Daar hebben we in de podcast al vaker over gepraat. Een kleine eencilinder die bekend is geworden eigenlijk met Itchy Boots op YouTube. Maar gewoon ook omdat het compleet afsteekt tegen de trend van altijd maar meer technologie, altijd maar groter, zwaarder, meer pk's. En dan doet Royal Enfield gewoon opnieuw wat ze goed kunnen, namelijk kleine eencilinders bouwen. Maar daar is nu al wat aan veranderd, hè. Iwan, jij hebt Eddy de Vries, geen onbekende in het wereldje van de motorjournalistiek, gestuurd. Ja. Eddy, vroegere hoofdredacteur van Motormagazine, als Moto ik me vergis. Moto 73. Ja. En gewoon een heel fijne kerel. Wat, zeker. Wat vond hij ervan? Het grappige is, jij zegt net dat de oude Himalayan was weinig techniek, simpel, bla 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 bla. Exact daar gaat het over in dit verhaal. Wat meer pk's, wat meer cilinderinhoud. Nou, dat is exact hetgene wat jij net ook noemt. Dat gebeurt dus wel. Dus in plaats van 411, meen ik dat het was, is hij nu naar 452 cc gegaan. En je zal zien dat dat in de komende jaren zo blijft. Over 2 jaar wordt dat dan 480 en 500. En voor, nou, fijn, zo werkt het. Eindigt bij 1390. Precies, je eindigt bij 1390 inderdaad. Ja, ja. En een vloeistofkoeling. Ja. En vloeistofkoeling, ja, absoluut. Ja. En veel meer techniek. Riding modes, dat soort toestanden allemaal. Mm-hmm. Ik denk dat de conclusie was van Eddy: alles is ongeveer nog hetzelfde, alleen het karakter is er wel een beetje uit. Hij is wel wat softer geworden, hij is wat beter geworden. Hij is aan alle kanten de upgrade, maar daardoor dat ruige Himalayan-gevoel van Royal Enfield, eigenlijk dat ongepolijste, ja, dat wordt nu eigenlijk een beetje weggepoetst. En daardoor is hij voor een breder publiek aantrekkelijk. Exact dat. Ja. Maar is wel een beetje het Royal Enfield-gevoel van, oh ja, dan vond je het ook niet erg als hij het op een dag niet deed of zo. Nou, hij zal het nu altijd doen. Maar daardoor is misschien de doelgroep veel breder geworden, maar dat de originele doelgroep misschien een klein beetje denkt, ja, ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, weet je. Die eerste, die 411, ja, dat was een beetje zoals een Sherpa uit Nepal die op blote voeten de Annapurna oploopt, weet je wel. Met allemaal bagage, echt een werkpaard. Als je elkaar zou herkennen, denk ik, als je elkaar tegenkomt, dan zwaai je even extra naar elkaar. Ja. Als je allebei een Himalayan hebt, weet je wel. Dat, ja. Dan zwaai je extra. Ja. Oh, jij hebt er ook een. En ik denk dat nu de nieuwe Himalayan een beetje meer past in, nou ja, allerlei andere. Hij zit nog niet bij de Kawasaki 300 tegenwoordig zal dat ook een 500 alweer zijn, want zo gaat het ook daar. Of de KTM 390 Adventure, weet je. Maar langzaam, omdat hij ook beter wordt en alle elektronica erop komt en hij doorontwikkeld is en meer pk's heeft, komt hij een beetje in die range. Er is geen ontkomen aan natuurlijk. Hè. Nee. Voor een jongere doelgroep en een modernere doelgroep. Deze heeft ook design. Ja, dat had hij vorige ook niet. En dat maakte hem op een bepaalde manier al ongelooflijk. Anti-design. Design was ongelooflijk charmant ook. Dit moet hierop. Nou, dan zit het daar. En nu gaan ze kijken of dat allemaal wel mooi past. Ik vind het wel leuk, want Jonas die was dan voor ons, voor Max Motto, naar de Himalayan-presentatie geweest in Sardinië. En voor hem is het nog redelijk nieuw. Hij heeft nog niet zoveel perspresentaties gedaan. Maar ik was eigenlijk jaloers, omdat ik merkte van, kijk, de laatste jaren, zeker met die euronormen, krijgen we zoveel perspresentaties voorgeschoteld, waar het, we hebben dit al gezegd, hè, maar 99% nieuwe motorfiets. Ja. Maar als je dan echt gaat kijken, ja, 2%. Okay, er hangt een nieuwe koplamp op en er zit een nieuwe katalysator onder. En bold new graphics. En een ander kleurtje, andere stickers, exact bold dat. New maar nu bij die Royal Enfield, als je gaat zien, echt gewoon alles aan die motorfiets is effectief veranderd. Ja. Hier kan je wel nog eens spreken van een merk dat binnen eenzelfde modelnaam wel nog eens 99%
zeg maar 100% de motorfiets vernieuwd. En dan dus toch dat in de buurt gebleven is van het vorige model. Want dat vind ik dan wel weer knap. Ja, de Spirit blijft wel min of meer hetzelfde. Ja. Oké, het wordt waterkoeling, meer pk's, et cetera. Maar het is nu altijd een kleine eencilinder. En daarmee komen we eigenlijk terug bij de vorige podcast, waar we die vraag kregen van ja, waarom wordt er geen aandacht gegeven aan de kleine adventure bikes bij deze. Bij deze. Ja, ja, ja. En die CF Moto 450, ja, die zal ongetwijfeld nooit meer klagen. Ook wel volgen. Exact. Ja. Ja, verder merkten we zo net dat jullie eigenlijk niet zo heel veel motor gereden hebben. Hè? Dat niet zo heel veel nieuws te melden was. Dus de scooter, dan, maar motorscooter rijd ik veel. De XADV. Ik heb een KNN luchtfilter erin gezet. Oh, wow. Tuning. Ja, echt gebeurd. Echt waar? Ja, op een gegeven moment zit je dan toch op internet op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt. En dan denk je, nou, eigenlijk hij loopt maar met wind mee. En het café in zicht loopt die 150, hè, die ADV. Oh, en dan vind ik op een gegeven moment vind ik opeens dat niet hard genoeg is. Ik weet niet waarom, hoor. Dus dan ga je eens kijken, kan je wat veranderen? Dan kan je andere rolletjes inzetten. Van, ik dacht net te zeggen, andere vario. Ja, andere vario rolletjes van Malos. En dat soort spul kom je dan terecht. En dat, eigenlijk is dat me te veel gedoe. En dan komt, tadaa, het KNN luchtfilter voorbij. Yeah. En die kost dan €90. En voor je het weet heb je op je bestel gedrukt. Prachtig. Echt vreselijk. Ja. Trouwens, ik bedenk me ook nog van de afdeling Korsakoff. Is onze beste vriend. Ik heb afgelopen, een week geleden heb ik nog wel een, of de week daarvoor. Gereden met een Z900. Ja, ik dacht net te zeggen. Ja, inderdaad, Z900, helemaal vergeten. Samen met die MT-09, toch? Met die MT-09. Ja, ja, dus de Z900, SE Performance. Met Tankpad Edition. Ja, Tankpad Edition met terugtrappenrem en snelbinders. en MT-09, inderdaad. En? De nieuwste MT-09, was ik even vergeten. Eigenlijk, die MT-09 is de laatste motor waar ik over dacht, als ik een motor zou willen hebben, staat die best hoog op mijn lijstje. Oh, oké. Okay. Ja, echt. Maar jij had hem toch ook al uitgeroepen? Ik heb nog niet met het nieuwe model gereden, maar zoals het dan gaat, op Instagram moet je reels maken. En ik had er eentje gemaakt over de MT-09, die ik er goed vind uitzien. Ik heb met de vorige modellen heel veel gereden en volgens mij is er niet zoveel verschil. Ik denk dat er geen beter compromis is tussen reissensatie en kwaliteit. Ja, nou, en dan ook nog tegen en een drie cilinder. Ja, maar goed, dat hoort bij die reissensatie. Ja, het is een fenomenaal ding. Ja, ja. Elke kilometer, ook al zit je op een saaie pokkersnelweg, dan kan je altijd plezier hebben met zo'n ding. Ik zou eigenlijk willen dat ze er een versie maken zoals Harley ooit de Switchback heette of zo, volgens mij. Dan kon je er gewoon een vooruit op klikken zo. Dat leek mij bij een MT-09 altijd handig. Vooruit op, een enorme vooruit kon je er dan op klikken. En ik denk altijd van MT-09 is dan zo'n motor die ik hebben wil. Maar omdat hij zo fucking onpraktisch is, zo'n naked bike, dat je eigenlijk dan toch wel weer gaat kijken. Nou, misschien dan maar zo'n Tracer 9 of zo, weet je. Ja, misschien toch een klein kuipje erop. Nou, ik weet bij welke motor we gaan uitkomen dan. Hè? Ja, iets. Een beetje Tuono kuipje of zo, weet je. Ja, dan kom je eigenlijk zo'n XSR 900 GP. Ja! Dat is gewoon de motor voor jou. Jullie gaan, jij gaat naar de introductie, geloof ik, hè? Ik vertrek morgen. Nee, ik niet. Nee, jij niet. Nou, normaal word ik door Yamaha gebeld voor persintroducties. Je hebt hem geweigerd. Maar sterker nog, ze hebben me niet eens gebeld. Ik had verwacht, ze gaan me bellen. Zal je leren. Zeg, Iwan, je snapt wel dat hij niet gaat bellen. Altijd zo lovend was over die... Want je hebt dat ding met de grond gelijk gemaakt, omdat hij zo lelijk is. Nou, dat is hij natuurlijk ook. En omdat het een nep classic is. Ik bedoel, het is gewoon echt een kansloos ding. Maar ze hebben me niet eens gebeld om te zeggen, joh vriend, je bent niet uitgenodigd. Ja, nee. Jij bent zelf een nep classic. Maar goed. Nee, de XSR 900 die wordt voorgesteld in Portugal. Daar ga ik morgen overmorgen een rondje mee rijden. Heb je wel van die kliffen waar je hem zo af kan laten? Ja. Ik gok dat ze me ook uitgenodigd hebben, omdat ik zo'n... Dat je oud wordt. Ja, nee, gewoon een leren pak heb met het sigarettenmerk dat we hier maar niet zullen vermelden. Jawel. Wat een beetje aansluit bij de Marlboro. Dat is ook wel zo'n mooi pak trouwens. Het past heel goed bij die motor. Ja, dat. Maar goed, ik kijk er naar uit, maar daar heb je dan weer niet helemaal het verhaal van de MT-09 met een windscherm erop, want daar zitten die clip-ons weer op. Dus. Ja. Nou, de vorige special van die XSR 900 hebben we hier in de buurt, we zitten nu in Almere vandaag, hebben we hier ooit in de buurt geïntroduceerd gekregen, de Abarth-versie. Ja. Dat was ook een sensationeel succes. Dat was ook gewoon niet zo'n fijne motor. Dus uiteindelijk denk ik dat er gewoon een tendens is, XSR 900, meh. Ja, goed, in ieder geval heel even. Ik wil heel even terugkomen dan inderdaad. De MT-09. Ja. Nou ja, het is gewoon niks op. Fantastisch ding. Wil ik nog even dan die Z900 noemen die we er tegenover hadden staan. We hadden dan de
De SE Performance dingen. Uiteindelijk komt zo'n motor dus met allemaal toeters en bellen met een Eulens monoshock. En, oh ja, die special. En een Akrapovic. En, Akrapovic en enfin, nog wat toeters en bellen. En een instelbare voorvork. Merkwaardige clip-on. Nee, hoe heet zo'n ding? Een ruit? Nee, geen... Nou, whatever. In ieder geval een lelijk windscherm zit erop of zo. En dan komt zo'n ding op 14.000. En uiteindelijk is wat mij betreft... laat die zooi maar allemaal thuis. Hmm. En koop gewoon een... als je er echt helemaal verknocht aan bent van Z900... koop gewoon de standaardversie. De meest kale versie, 11.3. Ja, volgens dan mij kan je in Nederland op één na best verkochte motor. Nog steeds. Ja. In Duitsland ook, hè? Oh, okay. Duitsland is het zelfs nummer 1. De Z900 is op 1 na best verkochte motor na de GS, vermoed ik dan. En in Duitsland staat op nummer 1, volgens de laatste cijfers, de 1300 GS. Ja. Op nummer 3 de 1250 GS en ertussenin de Z900. Ja. 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 In Nederland is dat vergelijkbaar, denk ik. Ik weet nog de laatste keer dat wij die vergelijkingstest gedaan hebben, MT09 Z900, dan heb ik ook de GSX-S 750 van Suzuki er nog bij gepakt. Die wijkt dan wat af van de formule, want daar merk je echt nog dat het afgeleid is van een superbike, GSX-R 750. Ja. Maar die Z900 kwam er toen bij mij als betere motor uit, omdat die wel een stuk scherper stuurde, zeker dan de vorige generatie MT-09. Maar het zijn gewoon allemaal zo fijne motoren voor beperkt geld. Niet idioot veel geld. Ja, dat. Maar wat GS, dat is een hele andere koek dan. Wat het verschil maakt, dit zijn geen stuureigenschappen, maar dat is gewoon puur de sensatie. Ja, absoluut. Ja. En dan moet je bij die... bij die drie cilinder zijn. Mm-hmm. Ja. Alright. Check. Volgend onderwerp. Ik ben wel nog weg geweest. Ik ben naar het Isle of Man geweest. Oh ja. Dat was een trip waar ik ontzettend naar heb uitgekeken. Ja, terecht. Was je al eerder geweest? Ja, het Isle of Man was ik 2 keer eerder geweest. 1 keertje met Arai, maar al 2 al redelijk lang geleden. Dus nu was het bijna 10 jaar geleden dat ik er nog geweest was. En vanaf de seconde dat je op het eiland stapt, jongen, dat is het mecca voor motorrijders. Ja. Ik heb het al vaker gezegd van, kijk, als je daar niet geweest bent, ben je geen echte motorrijder. En dat is uiteraard bullshit. Maar dat is gewoon waar. Jullie zijn er al geweest, dus dan weet je echt wel wat ik bedoel. Er is geen plek op aarde waar de motorfiets zo centraal staat in alles wat je doet. En dat is ontzettend cool. Zeker dan als je er bent op het moment dat de TT-perspresentatie gehouden wordt. Ik was er om met de Metzeler Rotec 02 te rijden. Dat is een sportieve tourband. Dus het was op uitnodiging en een press-event, al wat je wil. Ingevlogen ook? Ja, ingevlogen. Maar dat is volledig in het water gevallen. Ik heb nog nooit zo'n verregende perspresentatie gehad als voor die band. Dus verwacht ook absoluut niet dat ik hier iets ga zeggen over de rijkwaliteiten of stuureigenschappen van die band. Want dat kan ik gewoon niet. Daarvoor was Michael Dunlop er ook bij, want die zal al gedaan hebben van fuck it. Wat zit je nou te piepen? Ja, Michael Dunlop die... In die de mountains. Voor de rest niks aan de hand. het was zoveel meer dan regen. Want eigenlijk die regen, daar kan je op kleden. En als je met beste regenpak in de douche gaat staan, begint het wel in te sijpelen. Maar dan heb je al een stuk gereden. Maar nu was het regen en koude en vooral mist. Tot op het punt dat je gewoon het achterlicht van de voorrijder niet meer kon zien. Als domme Europeaan in zo'n omstandigheid begin ik dan ook blijkbaar heel veel beginnersfouten te maken. Zoals eens vertrekken aan de verkeerde kant van de weg en dat soort shit. En het was gewoon echt verschrikkelijk weer. Die Metzeler, om dan maar even het persbundeltje af te ratelen, want bandenpresentaties zijn altijd leuk. Dyna-tread. Dat weten jullie ook. Dyna-tread is het modewoord dat Metzeler Pirelli dan bedacht heeft. Maar Als ik mag interromperen. Maar wat is het? Ja, zeg maar. Metzeler Pirelli. Veel mensen weten dat niet, maar Metzeler is gewoon... Metzeler is al jarenlang. Ze hebben jarenlang volgehouden dat Metzeler ook nog een fabriek had in Duitsland. Nee. Ja. Het is hetzelfde bedrijf. Ja. En er zitten wel andere teams achter de ontwikkeling van verschillende banden. Het wordt in de markt gezet als 2 verschillende merken. En de producten verschillen wel een beetje uiteraard. Maar uiteraard is er overlap. Ik bedoel, als je gaat zien binnen de Volkswagen groep... Ja, productie door verschillende teams, dat geloof je toch niet? Even serieus nou. Ik kan me haast niet voorstellen. Nee joh, dat is onzin. Dat is marketing. Daar kan ik niet dieper op ingaan. Daar weet ik het fijne niet van. De laatste keer dat ik met Metzeler op hetzelfde Isle of Man was... was het alleen waren Pirelli mensen allemaal en die hadden allemaal Metzeler kleding aan. Ja, dat soort trucjes hè, inderdaad. En don't mention the P-word. Nou, de grootste grap was toen... Ze spraken allemaal niet Italiaans. Ik heb hem wel eens eerder verteld, toen waren er ook nog wat Duitsers bij. God, hoe heet hij nou, die voorrijder die er altijd bij is, die op de Nürburgring... Team Röttig? Röttig. Nee. Die is van Bridgestone natuurlijk. Nee, het was een andere Duitser die er altijd bij is, bij dat merk. En er was dan
zie je wel, we zijn Duits, want hij is er. Hij had lang het record op de Nürburgring, volgens mij. Ja. Maar, afijn, we hebben dus het hele leven... Ja, Helmut Dehnen. Ja, die. Nee, joh. Nee. Echt, zolang... echt old school. Ja. Ja. En we, dus het hele evenement, don't mention the P-word. Ja. En we gaan in de bus terug naar het vliegveld en ze trekken allemaal een Pirelli-jasje aan. En we worden nog in een van de zaaltjes gestampt en er wordt nog een Pirelli-systeempje nog even gauw uitgelegd. Ja, dat nee, dat was nu helemaal niet. Er werd gewoon echt openlijk gezegd van kijk, het zijn twee merken onder hetzelfde dak. Punt. Exact. Maar de producten worden natuurlijk anders in de markt gezet. Het zal inderdaad voor een groot stuk een marketingoefening zijn, maar ja, dat is ook niet onbelangrijk. Nou ja. Wat dan bij Metzler uitgesproken naar voren komt, is ze mikken echt op ja, een Duits publiek, zal ik maar zeggen. Stabiliteit, grondlichtheid, goede stuureigenschappen in de regen, et cetera. En die Rotech 02, ik zou het, ja, kan het moeilijk plaatsen. Misschien als je dan in Pirelli-gamma gaat zien, die Angel 2 GT. Dat is dan echt wel een tourband, maar waar je ook heel sportief nog steeds mee kan rijden. Wat we gewoon merken is dat bij al die bandenmerken, het is altijd hetzelfde verhaal. Van ja, het is zwart rond en je gaat er iets meer voor betalen dit jaar. Maar je merkt wel dat er de laatste jaren nog steeds een evolutie zit in die compounds. Dus dat er meer en meer grip te halen valt, ook in moeilijke omstandigheden. Silica, denk ik. Zo. Ja, full silica compounds. Daar draait het vaak om dat ze dus een grippy compound kunnen ontwikkelen die toch niet op 1000 kilometer al volledig versleten is. En... het verhaal dat Metzler eraan vasthangt dan met die Dynatread, dat is iets wat hij al aanhaalde. Wat ze willen beweren is dat omdat je mikt op zo'n breed publiek van zowel toeristen als zeg maar sportievelingen, mensen die ook al eens een circuitdag durven meepikken of gewoon sportief rijden op de openbare weg, is dat die band zoveel dingen moet aankunnen. Ja, en dat is volgens mij niet het gemakkelijkste om verkocht te krijgen. Dus zeggen ze nu van, kijk, we hebben die Dynatread, dus het patroon op de band, de tekening die je kan zien op de band, die gaat werkelijk vervormen naar mate dat jij druk gaat creëren op de band. Dus met je input, met het gas geven, met het remmen, et cetera. Ik heb het niet kunnen testen, laat ik het daarop houden. Wat er van overeind blijft in een echt laboratorium... dat durf ik ook niet zeggen. Daar kan ik alleen verder gaan op de marketing, het marketingverhaal dat Metzler heeft opgehangen. Wat ik wel kan zeggen is, binnenkort komt er een setje aan. Die gaan we monteren op de Versys SE van onze fotograaf. Wat volgens mij een perfecte motor is om zo'n band mee te gaan testen. Ja. En to be continued. Ja. Nou, wat ik slim vind wel, zeg maar over die merkentoestanden. Metzler is gewoon het meer... tourgerichte merk. Ja. En bij Pirelli merk je dat ze altijd toch weer met een Corsa-versie komen. Het is altijd een imago-kwestie. Ja. Het is puur een imago-kwestie. Ja. Ja. En langs de andere kant zie je bij Metzler dan ook, dan hebben ze vorig, of een paar jaar geleden, die Metzler TD-slick geïntroduceerd. En de Rotech RR ook als echt pure sportbanden. Die OEM op de BMW S1000RR vaak gemonteerd worden. Ja. Dus ze zitten daar een beetje met een spreidstand. Nee, en je ziet hoe dat verder bij moet, is Pirelli, van alles komt er nog een Corsa-versie bij. Ja. Ja. Vandaag is onze Michiel met onze Suzuki GX op ons TT-circuit aan het rijden. Oh, ja. En dan, ja, welke band zullen we er zonder doen? Want dan moeten er wel Pirelli zonder. Ja, dan de Rosso. Ja, maar dan toch maar weer de Rosso Corsa. Diablo Rosso Corsa 4 is dan meestal de band die ze gaan kiezen. Maar uiteindelijk vind ik wel, je hebt het er net over dat silica... bijna alle banden zijn tegenwoordig geen rubber. Maar er zit geen korreltje rubber meer in. Het is allemaal siliconen. En dat noemen we dan silica. Het is allemaal chemisch geworden, de banden. Maar ze zijn wel waanzinnig goed. Ik bedoel, wat je met zo'n Metzler straks op het circuit komt... nou, dan valt je bek open. Absoluut. Ja, dat wordt ook moeilijker en moeilijker in de online bandendiscussies. Hè, van... je gaat meer voort op wat is jouw rijstijl, waarvoor gebruik je je motor... dan dat je wel gaat zeggen van, koop maar een... Metzler of een Dunlop of een Bridgestone. Er is zoveel merkentrouw natuurlijk. Ja. Hè? Weet je, iemand met een Italiaan met een Ducati, weet je, die zal waarschijnlijk eerder zweren. Die wil geen Metzler hebben, weet je wel. Exact. En een BMW-rijder wil geen Pirelli erop hebben. En daarom geven de motorfabrikanten nou hun nieren en hun armen en enkele miljoenen aan bandenfabrikanten om maar de standaard montage op een nieuwe motor te krijgen. De OEM-band. De bandenfabrikant geeft dat aan Kawasaki of aan Honda of weet ik wat. Bijna gratis die banden, omdat dan bijna alle klanten in Nederland en de rest van de wereld blijkbaar ook, er zit nu een Bridgestone onder, dus doe er maar weer een Bridgestone onder. Ja. Dan gaan ze pas geld verdienen. Dat was trouwens wel grappig met die MT-09. Ik moest even aan je denken. Sterker nog... Wat stak daaronder?
Nou ja, nee, weet je... S23? Dat, ja, die S23 ja. Met die enkele compound. Ja, met die enkele compound. Even, dat is een bijzonder verhaal. Ik heb even jouw verhaal teruggeluisterd. Ja. Maar goed, even, doet er niet toe. Nee. Ja, verder heb ik dus weinig te melden. Het Isle of Man, ga er naartoe. Ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Nee, de perspresentatie, dat was ook wel de moeite natuurlijk, van alle toppers nog eens te zien. En vooral, op de duur begin ik mezelf de vraag te stellen van zo'n McGuinness met zijn down-to-earth, platvloersheid bijna in zijn interviews. In hoeverre is dat gespeeld? Als je dan zo de perspresentatie daar ziet, dan geloof je het gewoon helemaal. Ja. Die jongens die zijn zo... Ja. Dus niks aan gelogen, hoor. Nee, inderdaad. Die hebben nul mediatraining gehad. Ja. Zo'n Michael Dunlop, zelfs ze zeggen het dan ter plekke van oké, we gaan ons best doen om alles zo duidelijk mogelijk verstaanbaar te maken. Want dat Noord-Iers, dat vloekt dan soms een beetje met die Britten die daar zijn. Peter Hickman, die komt er dan nog het beste uit. Die heeft het allemaal een stukje natuurlijk. Maar het is gewoon ontzettend cool om die jongens bezig te zien en dan te beseffen van het zijn ook nog eens... toppiloten die echt hun leven riskeren iedere keer ze daar gaan rijden op het eiland. Ik zou nog willen aanraden, ik bedoel, wij zijn er allemaal voor werk geweest, dan vlieg je in. Mm-hmm. Ik ben er twee keer geweest, gewoon met vrienden met de motor. Met de boot. Dat is eigenlijk nog maar dan nog een stapje hoger. De Steam Packet pakt inderdaad Steam Packet, van Liverpool naar Douglas. Ja, wel even een jaar op voorhand boeken. Van Haitium kan ook. Dat echt een aanrader. Ja. En het leuke is... Heel vroeg reserveren. Ja, ik ben er één keer geweest in 2009 met vrienden die allemaal niets met motorracen hadden. Oef. En die allemaal, gaan we daarheen, weet je, dat is een leuk een doel. En ik weet nog wel, komen daar bij het circuit dan en de trainingen zijn. En dan heb je direct het stuk naar beneden na de start-finish, zeg maar. En dan aan de buitenkant zijn wat tuintjes, want het is gewoon door straten. En dan kan je gewoon in die tuintjes, daar staan geen mensen. De bottom of Bray Hill is inderdaad. Ja, Bray Hill naar beneden. Bray Hill. Bray Hill zelf eigenlijk. En die vrienden van mij die zeggen tegen mij, dan gaan we daar wel staan. Ik zeg, dat ga ik niet doen, weet je wel. Maar ik wil me niet bemoeien met wat jullie doen. Enfin, die komen gewoon nadat de twee motoren gepasseerd zijn. Allemaal wit rond de neus komen ze terug. Dat het toch wel heel, heel erg indrukwekkend en heel gevaarlijk was om daar te staan, zeg maar. Ja. Ja. Tegenwoordig kan je op YouTube natuurlijk zoveel al zien van het eiland. Maar als je eraan zelf bent, wauw. Ik heb daar beneden gestaan samen met Michael, de toenmalige filmer waar ik mee werkte. Tante Roelie. Met Tante Roelie. En zo, en dan bij Bray Hill naar beneden, start, finish en dan keihard naar beneden. En daar stonden wij ook in zo'n tuintje. En dan gingen we een paar dagen later gingen we daar staan en er was een muurtje kapot. Ja, wauw. Nou, dat bleek dus dat er iemand inderdaad daar bovenaan gewoon de macht over het stuur verloren. Klats, boom, bam, bang. Ja. Dus ook als je niet van motorracen houdt, is Isle of Man een prachtig locatie om je reis heen te maken in motorland. Ja. Binnenkort komt trouwens de documentaire volgens mij die ik met hem gemaakt heb. Oh, van Arai. Ja. Nice. Maar goed. Over Isle of Man kunnen we nog verschillende podcasts weken. Ja, het vindt altijd raar dat het klinkt als I Love Man. Ja. Maar dat geldt te zijn. Dat had bij Jovink en de Voederbeatles, toch? Die hadden roze t-shirts en dan hadden ze I en dan een hartje. En dan Man. Oké, cool. Dan gingen ze naar Isle of Man toe. Nou. Dat was om de boven lachen, ja. Ja, dat geloof ik, ja. We gaan een beetje gas moeten geven, jongens. Ja. Want we hebben hier te veel onderwerpen, anders raken we er nooit door. Ja. Contant geld betalen verboden. Ja. Ja. Bam. Nou. Het bericht, uiteindelijk is dat de Nederlandse politiek die dan dat verzint. En dat is tegen het witwassen en tegen het betalen van criminele of terroristische activiteiten. Aan de andere kant kan je tegenwoordig afvragen, iemand die met meer dan 3000 euro cash naar een winkel komt, bijna altijd klopt dat belastingtechnisch niet helemaal. Ik bedoel, je hebt niet 3000 euro meer onder je matras liggen omdat je in bankbiljetten van 50... Omdat dat de handigste manier is om het op te bergen. Maar als je dan toch ziet wat er dan in Nederland gebeurt op het moment dat dat wetsvoorstel komt en er staat boven het artikel dat je motoren boven de 3000 euro niet meer cash mag afrekenen, gaat iedereen helemaal uit zijn verschoning. Want ze gaan ons en we mogen niet meer dit en er mag ook niks meer in het land. Ja, daar moet ik dan een beetje om lachen. Het is een enorm ding geworden. De webservers stonden allemaal te roken over dat artikel. Omdat heel Nederland dan eigenlijk... Motorrijders hebben dan toch al een beetje dat Calimero gevoel van... Wij mogen ook nooit wat. En dan is dit nog even de verdubbelaar. Je mag straks inderdaad... Maar dat geldt dus niet alleen voor motoren, maar voor alles. Voor alle aankopen, ja. En dat is in Nederland al zo dat als je iets boven de 10.000 euro koopt, cash...
Of bij bedragen waarbij je dus niet makkelijk kan achterhalen waar het vandaan komt, moet je dat eigenlijk al melden. Ja. Omdat dat niet kloppend geld is. Dat is in België volgens mij ook hoor. Ik sprak met een grote motorhandelaar erover. Ik zeg, joh, hoe zit het nou? Hij zegt, ja, nog 20% van de mensen komt ongeveer met cash aan. Waarbij dan opvallend is. Hij zegt, mensen met een niet-westerse achtergrond, moet je dat dan noemen tegenwoordig. En veel oudere mensen. Echt oudere mensen die met gewoon een geld gespaard hebben qua cash. Want dan elke maand 50 euro of zo, weet ik veel. Dus dat is wel opvallend dat zeg maar categorieën zijn die makkelijker aanwijsbaar zijn. En hij zegt, wat mij ook opvalt, is dat er in Nederland die 10.000 euro grens is. Maar in Duitsland schijnt dat 100.000 euro te zijn. Dus er gaan nogal wat mensen die zo'n dikke tiet met geld op zak hebben, die gaan dan naar Duitsland, kopen daar de motor en importeren hem dan. En betalen dan maar lachend die extra kosten. Maar het is allemaal dan wat minder controleerbaar waar het geld is. Heb jij de motor tweedehands verkocht gewoon voor een hoop cash? Een hoop cash? Laatste keer dat ik wat verkocht. De kaart? Ja, laatste keer wat ik verkocht, gelijk naar de pinautomaat. Ja. Die man komt met cash en dan duw ik het gelijk in de machine. Okay. Want dan ben ik er ook vanaf, kan ik niet meer beroofd worden. Ik wil helemaal geen 3000 euro cash hebben, joh. Laat mij met rust. Ik heb wel meegemaakt met een vriend van mij. Dat is dan 20 jaar geleden, denk ik, of zo. Die ging een 996 kopen, Ducati, nieuw. Nice. Wauw. Cash. Dus ging met de auto daar naartoe. Nieuw. Hij een koffertje mee. Nieuw. Wauw. Gewoon bij... Een koffertje ook. Hoeveel was het? Een koffertje. Ja, wat kostte zo'n ding? Ja, een koffertje geld. Wat kostte een 996? Weet ik veel. Ja een koffer vol geld bij de dealer. Bam, op de toonbank. Gewoon op de toonbank. Open gedaan. Nou ja, ik was even een blokje omlopen. Ja. En hij regelde het en het was klaar. Bij een officiële grote, mega grote dealer. Heel normaal. Ik vraag het omdat ik er zelf eigenlijk best wel een cool verhaal over heb. Ik heb ooit, een paar jaar geleden, een van mijn beste vrienden die verkocht zijn GS. En omdat ik in de sector zit, moest ik dan die GS maar verkopen. Dus ik pleur dat ding op tweedehands.be, Marktplaats en Facebook. En twee dagen later staan er drie grote Marokkaanse meneren voor mijn deur om die GS te testrijden. Nu, ik heb dat wel al vaker gedaan en ook zo, al is een auto verkocht, dus dat maakt mij ook weinig uit. Maar die vroegen dan ook van, kunnen we cash betalen? Jongen, die halen me daar een stapel briefjes van 50 euro tevoorschijn. Echt, ik heb ergens nog een foto dat ik zo aan het telefoneren ben met een hoop geld. Zo'n klassieker. Oh, nice. Maar toen heb ik het ook wel even opgezocht van, hoe zit dat nu eigenlijk legaal? Mag dit zomaar? En dan vermoed ik dat die briefjes in een paar keer gestort zijn op de bank, omdat het over een redelijk bedrag ging. Ja. Maar in België is dat ook... Maar van cash geld afkomen, dat is nog best lastig. Ja. Ik heb wel, het wordt snel als verdachte transactie beschouwd. Ja, had ik 5000 euro cash en dan heb je in Nederland geldmaat van die dingen. Mm-hmm. Als je er vanaf wil, en dan kom je heel vaak bij die geldmaat, zit dat ding vol. Dus er kan geen geld meer bij. Dus je kan niet meer storten bij de geldmaat. Ja. En dan vraag je daarvan, je kan het eens bij die proberen. En dan rij je dus weer door de stad met die hele dikke tiet geld naar een andere om van je geld af te komen. Dus wat mij betreft, ik ben helemaal niet rouwig omdat dat cash afgeschaft wordt. Ja, ik zie dit eerlijk gezegd ook niet als een probleem voor zo'n aankopen. Gebruik je toch gewoon overschrijving. Lees de reacties op Facebook even. Veel mensen vinden het, en dan vooral de betutteling vinden ze er lastig aan. Inderdaad, dat is het vooral. Het principe erachter vind ik ook kloten. Ja. De overheid heeft niks te maken met wat ik met mijn centen doe. Dat idee. Ja. Maar, ik moest er even gauw een foto bij hebben. Ik denk, pak even gauw het cashgeld wat ik in huis heb. Nou, dan heb je 250 euro, 5 briefjes. Dan maak je een foto. Lijkt het nog net wat meer, weet je wel. Heel mijn budget. Even dubbel vouwen. Ja, ja. Grappig. Hey, misschien nog een laatste onderwerp voor de pauze. De rest doen we erna wel. QJ Moto. Ja. Ik vind dat jij het al goed uitspreekt. Kwangyang. Ja. Want ik werd laatst gebeld door de vertegenwoordiger in Nederland. Dat is tegenwoordig, sinds kort is dat Moto Mondo geworden. Moto Mondo. Volgens mij is dat wel een beetje met een bochtje met de Franse Sima. Want die twee clubs werken wel vaker samen. Nou, ik denk Sima, dat er, Sima is veel bochtjes even en Royal Enfield in grote lijnen. Klopt. En Moto Morini en nog wat meer. En dus ik heb het idee dat Moto Mondo wel de importeur is voor de Benelux. Maar dat dan wel weer eerst via de Sima loopt in Frankrijk. En jij zegt gelijk al QJ, dat zei de meneer die ik aan de lijn had, overigens die vroeger bij de Nimag Suzuki gewerkt heeft, die nu bij Moto Mondo zit, die zei het ook als QJ. En ik verwacht wel veel van QJ, want ik zat gisteren op het World Superbike circuit, daar stond op het circuit voor de race gewoon een QJ 800 klaar. Ja, bij de supersport. En die dingen zien er van dichtbij erg goed uit. Echt kwalitatief, geen troep. Maar is nou... Daar ga je alweer, weet je wel. Is het nou niet Benelli? Nou, dat is het probleem dus. Het is nog meer dan Benelli. En
Je hebt in Nederland de importeur van Benelli. Nou, die bakt er niet zoveel van. Maar gelukkig komt dus nu QJ erbij. En gaat QJ diezelfde motoren, ongeveer diezelfde motoren, onder een andere merknaam verkopen. Een beetje een Pirelli-metseler vooral. Nou, dat, exact. Ja. Helemaal waar. En dat wordt nog gekker. Want ze hebben nu sinds kort hebben ze Morbidelli, het Italiaanse merk. Ja, wow, juist. Is door dezelfde club. En die gaan met motoren komen. Nou, dan kan je erop wachten dat dat dezelfde motoren worden. Het is een beetje wat KTM doet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het, ja. Het wordt allemaal de Pirer-groep. En dan kan je kiezen tussen een SMC 96 in vijf verschillende kleuren. En dat gaat hierbij ook gebeuren. Binnenkort wordt het een QJ met een TRK 702X. Ja. In vijf verschillende kleuren. Klopt. En dan krijg je dus wel dat voor dezelfde motor. Nou ja, zij zeggen niet dezelfde motor. En misschien valt het ook wel mee, bouwen ze verschillende modellen voor verschillende clubs. Dat kan allemaal best. Maar uiteindelijk heb je dan ook nog eens drie importeurs die elkaar gaan beconcurreren met dezelfde motoren. En dat is bij Pirelli natuurlijk niet. Dat is het inderdaad. Ja. Want Benelli zit, is dat Moteo? Ja. Of wat is het? Ja, Moteo. En dezelfde motoren zitten ook, enfin, dezelfde motoren onder een andere naam, die zitten bij Ikema in IJsselstein. Ja, bij Motormonde. Maar het verschil is dus, in mijn ogen, ik zeg net dat de importeur van Benelli bakt er niet zoveel van. Maar dat komt vooral omdat die heel erg druk zijn. Die doen vooral scootermerken. Scooters, ja. En die doen motoren erbij. Bij Motormonde is het net andersom. Dus je kan verwachten dat die veel meer gas gaan geven op QJ motor. Dat is mooi. En dat is QJ is dus Kwangyang motor. Ja. Ik weet in ieder geval van Moteo België dat ze niet helemaal gelukkig werden van het verhaal van QJ. Omdat ze gewoon, ze hebben Benelli's staan waar ze vanaf moeten. En als ze dan nog eens dezelfde krijgen. Want het grappige is dan ook, ik bekijk de prijslijst van QJ Motors. Ja, die is identiek aan die van Benelli. Ja. Dus ja, klanten die moeten dan maar kiezen welke stickers ze op hun motorfiets liever zien. Dan, ook overigens als je scooters ziet van Keyway. Zelfde club allemaal. Ja, exact. Het is heel bijzonder. Maar dus die Supersport 800, dat is wel... Ja, Ze bouwen echt geen troep. Nee. Ik kreeg meteen een reactie op Facebook van... Nou ja, een Supersport 800cc met 95 pk is nu ook niet helemaal om achterover te vallen. Nee, dat is inderdaad niet zo totdat je het prijskaartje erbij pakt. En dan ziet wat die Chinezen voor die prijs kunnen maken. Dat is toch ook zo? Ja. Hoe wil je zeggen? Ik bedoel, zo'n Daytona, hoeveel pk heeft die toch ook wel? Ja, die gaan wel vlotjes over de 100 pk. Oké. Ja. En er zitten wings op die QJ. Winglets. En dat scheelt. Ja, dat merk je. Ja, binnenkort hebben we een testdag van Motormonde. Ja. 6 mei is dat, volgens mij, voor de pers. Oké. En dan gaan we rijden met al die dingen. Maar ik heb er best hoge verwachting van. Ik ben benieuwd naar die winglets. Die winglets, ja. Ja, als je gewoon daar de dijk op rijdt. Die genereren 2 kilo extra druk aan de voorkant als je 800 rijdt of zo, zeg maar. 800. Dat is gewoon onzin, man, die winglets. Echt serieus, maar het ziet er wel cool uit. Alrighty, jongens, tot zover dat onderwerp. Even en dan over moeten we meteen even gas geven, want het duurt allemaal veel te lang. Na de pauze. Na de pauze. Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast. We kunnen. Ja, dus volgende onderwerp. Oh ja. De Fédération des Motards en Colère. Dat is Hoog-Nederlands voor de Federatie van Boze Motorrijders. Die hebben in Frankrijk massaal geprotesteerd tegen de technische controle die door Europa opgelegd wordt. Joost, jij weet daar meer over. Nou ja, ook niet helemaal. Ik weet wel dat er in ieder geval afgelopen weekend iets van 35.000 motorrijders zichzelf hebben opgetrommeld om te protesteren. En die Fédération Française des Motards en Colère, dat is eigenlijk een beetje de Franse versie van de MAG. Ja, wel iets militant. Maar inderdaad, Franse eigen is een veel... Zoals de MAG vroeger was. Precies, zoals de MAG vroeger was. En dit is veel revolutie... Enfin, de Fransen, dat is veel meer revolutie. En bovenop de barricades klimmen. En, gele hesjes aan. Precies. Oh ja, de gele hesjes. Ja, dat heeft dan niet met motorrijders te maken. Ja, maar wel de gele hesjes. Ja, de grap is wel dat de demonstratie was in het weekend voordat de wetgeving inging. Het was een beetje laat. Gezien. Het was een beetje laat. Maar in ieder geval, er is ook zo, als je naar de website gaat van de federatie, van de Motards en Colère, betekent trouwens boze motorrijders. Mm-hmm. Dan zie je ook dat ze een logboek hebben of een handleiding van hoe kun je de APK saboteren en boycotten. Ja, 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 wow. Dus het gaat er wel stevig op los. Dat is dan
erg fijn van... Maar uiteindelijk ging de wetgeving op maandag in dat motoren vanaf een bepaald bouwjaar gekeurd moeten worden. En langzaam maar zeker schuift dat op. Ja. En dan straks wordt het Franse systeem dat als je motor 5 jaar oud is, moet die die APK doen. En dan om de 3 jaar overigens. Dus niet elk jaar zoals auto's in Nederland, ja, maar om de 3 jaar. Ja. Wat dan weer aardig is, is dat de federatie die maakt nog altijd gebruik van een onderzoek wat ooit is geweest, een jaar of 10 geleden, waarin ze zeggen dat 0,3% van de... 0,03 was het volgens mij, ja, zelfs. Nou ja, 0,03% van de motorongelukken of de slachtoffers te wijten is aan motorisch, ja, falen. Ja, maar te wijten is, vinden zij dan vooral, het is maar, dus daarom is die keuring niet nodig. Ja. Ja, dan komen we er in België nog heel goed vanaf. We hebben enkel de keuring bij verkoop. Dus als je een motorfiets wilt verkopen, moet die gekeurd worden. Wij hebben nog niks, maar het komt er gewoon aan. Ja, jullie hebben toch ook een soort van keuring, toch? Nee. Is er geen keuringsorgaan in Nederland? Helemaal niks. Wat doet die RDW dan? Dat vraagt iedereen zich af. Dat is een goeie. Nee, dat is... Dat is puur de papieren controleren of zo? Als je import... Als je importeert. Ja, als je importeert, dan moet je bij de RDW langs. En eigenlijk is dat bijna allemaal papieren tegenwoordig. Alleen maar papieren controle. Maar goed, uiteindelijk merk je zelfs bij een militante club als de boze motorrijders, is dat ze het toch afleggen tegen... Tegen Europa. Tegen Europa. Ja. En tegen bijvoorbeeld Parijs, weet je wat? Parijs, dat begint langzamerhand echt zo'n stad te worden als Amsterdam, wat helemaal door woke bevolkt wordt. Ja. En wat een stad van de hoop en liefde moet worden of zo. Want ik bedoel, sinds 2 jaar moet je betaald parkeren op de motor in Parijs. Ja. Kun je je voorstellen? Alle Amsterdammers, in Parijs. Alle Amsterdammers mogen hun klachten trouwens richten. Nee, maar dat weet iedereen. Kijk, voertaal in Amsterdam is overal. Ik kom uit Amersfoort. In Amersfoort staat er vanmorgen ook weer een van een huilstuk in de krant van een meneer die is gaan wonen aan een doorgaande weg. En ja, die gaat nou maar verhuizen. Want ja, er komen allemaal auto's en motoren langs. Ja, dat is echt heel verdrietig. Hey, volgende onderwerpje. In Nederland hebben we het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, zo leerde ik net. die beweren dat er vorig jaar 46 motorrijders zijn omgekomen in het verkeer. Ja, klopt. En dat is eigenlijk gelukkig al jaren stabiel. Ja. Ik vind dat super moeilijk om over te praten. Aan de ene kant is het gewoon een nieuwsfeit. Aan de andere kant, het is relatief aan de lage kant. Maar dat verhaal past moeilijk bij families, omgevingen van 46 dode motorrijders. Uiteraard. Dus het is een lastig verhaal, maar het is positief dat het niet meer wordt. Is. Ja. Er zit wel een, wat je er wel over zou kunnen zeggen, en er zit wel een haakje dan aan dus diezelfde boze motorrijdersvereniging. Want die zeggen dus 0,03% heeft te maken met de technisch falen van de motorfiets. Mm-hmm. Terwijl zij zeggen dat iets van 40% of 60% of zo te maken heeft met een andere weggebruiker. Dus verkeersslachtoffers heeft altijd te maken met een afslaande auto of een vrachtwagen die een dode hoek mist of iets dergelijks. Nou, Tenminste, want ik las het bij jou inderdaad, van de 46 verkeersdoden. En in Nederland is dat ook wel het geval, dat er altijd, of in de meeste gevallen wel, een ander vehikel bij betrokken is. Ja, ook toch nog relatief... Nou, ik vind dat dan veel, zeg maar dan heb je het over zeg 30% of zo. Aanraking met een obstakel, wat gewoon een boom, een paal, een weet ik veel. Een paal, ja. En dat ook dat gebeurt veel. En dan over die 0,03%, niet om het een of ander, maar meestal als er een zware ongeval is met de motorfiets, zit die motorfiets volledig in de kreukels. En in tegenstelling tot een auto, technisch onderzoek van de politie levert dan bijna nooit meer wat op. Ah. Ja. Dat is het vooral pro en contra. Ja, met dat in België vorig jaar die technische controle geïntroduceerd is, heb ik me er ook een beetje in verdiept. En dan kwam je inderdaad uit bij, ten eerste, het onderzoek dat meestal wordt aangehaald door de MAG en door de Fédération des Motards en Colère. Dat is een tegenonderzoek dat gebeurd is naar aanleiding van hetgene wat Europa gebruikt heeft om de maatregel aan te dragen. Dat ging namelijk over 50cc bromfietsen in een heel specifieke regio rond Barcelona, waar enorm veel ongevallen mee gebeurden omwille van technisch falen. In hoeverre dat je dat serieus kan nemen, ik doe dat niet. Langs de andere kant is er wel het verhaal dat het niet alleen gaat om overlijdens door technisch falen, maar ook ongevallen die vermeden hadden kunnen worden als de motorfiets in betere staat was.
Ja, het is een heel moeilijk pro-contra verhaal waar je volgens mij er nooit helemaal vanaf gaat komen met in statistiek proberen te gieten. Want bijvoorbeeld mijn eerste reactie op de motorrijders, de overleden motorrijders bij het CBS, was dat heel weinig leek in vergelijking met onderzoek dat in België dan gedaan wordt. Daar zitten we jaarlijks, ja, ik weet het exacte cijfer niet meer, maar volgens mij is het in de hoge 200 motorrijders die overlopen. Wow. Of ja, misschien vergis ik me nu met totaal aantal verkeersdoden. Ja, nou, excuseer dat zo is. In ieder geval, ik vond het redelijk laag. Veel meer in en het blijkt ook steeds bij ons dat de grote oorzaak is overdreven snelheid. Waar dat je dan meteen ook de kanttekening kan gaan maken, zoals jij net al zei, van ja, in aanraking komen met een obstakel. Als je er met 300 per uur afvliegt en je vliegt door de wei en je overleeft het, of je vliegt eraf met 30 per uur, maar je landt verkeerd op een verkeerspaaltje, ja. Giet het allemaal maar in de statistieken. Het zijn altijd tragische verhalen, het is altijd moeilijk. Maar ja, ik begrijp natuurlijk wel dat een motorrijdersfederatie, dat die het natuurlijk ook vanuit hun standpunt willen bekijken. En dat die technische controle, als we dan in België zien, een jaar na datum, ja, dat is echt één grote grap. Dat is het aantal ongevallen dat daar voorkomen zijn op die technische controle. Ik kan het moeilijk zeggen, ik kan niet met zekerheid zeggen, dat kan je nooit, maar dat is volgens mij echt wel 0,0. Ja. De, ja, 1/5 van alle afkeuringen gebeurt omwille van de stand van de lichten. Pff, ja. Jongens, waar zijn we mee bezig? Echt waar. Ja, anyway. We zullen overgaan naar een ander onderwerpje, naar iets leuker nieuws, want we moeten de vaste rubrieken nog doen. Oh ja. Die mogen we niet vergeten. Waarmee gaan we beginnen? Jij had de motormarketingmisser. Ja, de motormarketingmisser. Maak ruimte voor het geluid. Ja, daar komt hij. Ja, daar is hij. De motormarketingmisser. De motormarketingmisser is, dat zal iedereen enorm verbazen, dat komt toch weer zo'n beetje uit de pierengroep. Wauw. Ja, okay. Ja, is niet te geloven. Ja, hoge bomen vangen veel wind. Ja. Er kwam een bericht binnen van Husqvarna Motorcycles. Ik denk, ja, het is gewoon poëzie eigenlijk. Dit stond op Facebook, als ik me niet al te sterk vergis. Bericht van Husqvarna, even trommels. En, persbericht, officieel. Hey. Kom af en grijp de unieke kans om onze nieuwste straatmodellen proef te rijden. Voel de ware essentie van het rijden en ontdek dat de hoogdag, het is allemaal Vlaams, denk ik, hier en nu aan het gebeuren is. Ja. De hoogdag en ja. Dat klinkt dat was in het Vlaams wel normaal? Nee, ook niet. Okay. Nee, dat volgens mij is dat Zweeds. Wat je Google Translate is naar het Engels. Wat je Google Translate is naar Oostenrijks Hoogduits. Ik vond het wat mooi. Wat je Google Translate is naar het Nederlands. Ja. Wat, bestaat er een hoogdag in België? Ja, uiteraard zijn er hoogdagen. De hoogdag van, weet ik veel wat. In Nederlands is dat geen woord, hoor. Nee, bij ons noemen ze dat de hemelvaart bij ons. Een hoogdag. Nee, wat is een hoogdag voor motorrijders? Ja, we hebben afgelopen weekend hebben we 2 hoogdagen gehad voor motorrijders. Want het was de 24 uur van Le Mans en de 2K Superbike in Assen. Ja. Dat zijn hoogdagen. Een topdag. Maar bij Husqvarna Motorcycles is de hoogdag hier en nu aan het gebeuren. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Ik durf stellen dat dit geen hoogdag is. Okay, nou, zeker niet voor Husqvarna. Zeker niet voor de marketingdienst. In het begin weet ik wel, een van de presentaties van een van de eerste Husqvarna's onder de Pierengroep, onder KTM. Toen hadden ze het ook, toen hadden ze een aantal, ja, zo werkt dat bij zo'n merk, dan verzinnen ze een aantal pijlers. En een van de pijlers was Swedish Heritage. Ja, daar hadden ze binnen 10 minuten natuurlijk de lachers mee op hun hand. Want ze zeggen zelf, die Pieren zelf heeft het ook altijd over Husqvarna. En dat is echt prachtig. Ja. Dus, maar daar zijn ze gelukkig van afgestapt. Ze doen niet meer schijnheilig van dat dit uit Zweden komt, want dat is gewoon niet zo. Swedish Heritage, Built Like a Gun. Oh nee, dat is een andere merk. Ja. Nee, dus voor de duizendste keer, ook aan de Pierengroep, maar ook aan alle anderen, laat nou gewoon je tekst eens een keertje door een mens nakijken. Ja, in plaats van het zomaar erop te slingeren. Ja. Gaan we meteen door met het Raar nieuws. Ja. Want Tom. Ja, wat is er? Luister, ik heb een TomTom Raider 550. Dat is een iets ouder modelletje al van TomTom, maar niet super oud. Ik geloof dat hij vanaf 2018 nieuw verkocht werd. Ik krijg een mailtje van TomTom. En TomTom zegt in dat mailtje dat er geen nieuwe kaarten meer komen voor de Raider 550. Nou, dat is het rare nieuws, denk ik dan. Oké.
Er zijn nogal wat mensen in Nederland die een Ryder 550 hebben. Want dat is een heel populair model. Het voordeel is, TomTom heeft van al die mensen het mailadres. Want dat hebben ze omdat je dan de gratis updates krijgt. Dus je krijgt dat mailtje. Ik denk, weet je wat, Ivan, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je mailtje sturen naar TomTom. Zeggen, stuur mij even een nieuwe, want ik ben zo van de pers. En wat ben ik belangrijk. Maar in dat mailtje wat zij mij gestuurd hebben, staat dat ik, als ik er eentje van ze koop, een nieuwe, dat ik 30% korting krijg. Ik denk, nou weet je wat, ik druk gewoon op de bestelknop. Ik betaal gewoon. Dat ding kost dan €300 in plaats van €460. Nou, €160 in de pocket voelt toch goed, hè? Afijn, ik dat ding besteld, hè? Dan zit je al in die hele onzin van een website met een helpdesk die allemaal niet werkt en weet ik wat. Maar krijg ik een mailtje een dag later van ze. Sorry, we hebben een foutje gemaakt. De updates van die Ryder 550 gaan gewoon door. Nee. Ja. Wow. Ja. Nee. Gewoon verkooptruc toch, of niet? Dat is mooi. Ja, precies. Ja. En dan kom je daarna dus, stel dat je daarover zou willen bakkeleien met TomTom. Nou, dan kun je wel shaken, want dan kom je in de chatbots, in de Indiase helpdesk, in de, weet ik veel, alle bullshit die een online bedrijfje om de oren kan gooien. Dus ik denk dat die vandaag of morgen binnenkomt. Mijn nieuwe TomTom Go heet die dan tegenwoordig. Wacht, nee, de Go, dat is die kleine toch? Dat is zo met dat, dat cirkeltje waarop je alleen... Nee. Dit is de Go, weet ik veel... Het is ook gewoon een klassietje, een bak met de kaart. Het zijn de eerste twee letters van goedkoop, dus ik als Hollander heb dat gedaan. De Go, meteen verkocht. Ja. Dus, afijn, zo ben ik door raar nieuws te pakken genomen. Lekker. Ja. Oh. Hey, brieven. Dat waren de eerste twee vaste rubrieken. De derde, lieve Joost. De brief, nee, gek genoeg. Ik bedoel, het was iemand die was aanwezig in Nieuw-Kuik. Ja. Onder het publiek. Bij de Groenburner. Season starter. Starter season, tralala. Ja. Gek genoeg staat er geen lieve Joost boven. Maar goed, in ieder geval. Jeetje. Waar het op neerkomt is... wat is er zo moeilijk om een goed tv-programma te maken? Hij zegt van, ja, weet je, Over motorrijden. Motomie was leuk. Maar goed, oké, dat is ook allemaal... Ancient passé history. Natuurlijk. Ja, oude meuk. Zwart-wit was dat. Hij komt met een heel format komt hij aan van waar het programma uit zou moeten bestaan. En, maar goed, wat is het lastige om een goed motorprogramma te maken? Nou, dat is heel makkelijk, denk ik. Money. Nou ja, het is of je maakt een programma met heel veel kijkers. Daarvoor zijn te weinig motorrijders geïnteresseerd op televisie. Of je maakt een programma Sponsor TV. Ja. Nou, het is jou met Motomie in de tijd gelukt om daar tussendoor te laveren eigenlijk een beetje. Nou, het begon goed. Het begon goed. Het is altijd zo, want ik kan inderdaad uit eigen ervaring spreken. En bij zoveel dingen is het begint onafhankelijk. Enfin, ja. Moet je al met een zekere korrel zout nemen natuurlijk. Maar redelijk onafhankelijk. En dan wordt het langzamerhand dan reuzelt het tot één grote commerciële bende, zeg maar. Waarbij bijvoorbeeld een bepaald merk bepaalt hoe vaak het merk erin komt. Ja, dat je dan sluit de tent dan maar. Ja, uiteindelijk zouden wij zouden met de Groenburner Motorpodcast makkelijk een programma van een half uur kunnen maken elke zondagmiddag. Dat zou kunnen. Alleen dan gaan we met RTL, SBS, dat soort zenders bellen. En die zeggen dat kan wel, maar dan moet je even... Per aflevering kost je dat 50 mil, zeg maar, even voor het gemak. Yes, sir. Nou, dan gaan wij daarna bellen met Kawasaki, Honda, Yamaha, weet ik wat. Wij zeggen, wij kunnen jullie motor bespreken in het programma, maar dan moeten jullie even meedoen voor 10 mil. Nou, zeggen die merken, dat is goed. En dan denken we dat we op pad zijn. Alleen dan binnen no time gaan die merken bellen en zeggen, ja, vorige week zat onze motor er niet in. Hoe zit dat? Dus langzaam maar zeker beginnen ze zich steeds meer te bemoeien. En ja, dat is gewoon commerciële televisie. En dan, als je ziet wat van bagger er over ons uitgestort wordt op zaterdag en zondagmiddag. Dat zal bij jullie bij VTM zijn, denk ik. We hebben in België wel meerdere commerciële zenders. Maar ik moet daar dan ook gewoon heel eerlijk in zijn. Dat ja, de klassieke lineaire tv, dat is waar. Zo ontzettend dood. Ja, ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Want uiteindelijk zijn veel motorrijders wat ouder natuurlijk. En oudere mensen heb je zeker een punt. Kijken nog lineaire maar ik wil zeggen, tv. Ik kijk in de laatste jaren om 8 uur elke avond. In de laatste jaren met de opkomst van Netflix, Prime, Disney, whatever. Ja. Daar zou het wel kunnen. En dan zie je ook wel dat daar wel... Maar op YouTube dat er nogal wat populaire... Ja. 44 Teeth wordt door nogal wat jongens gekeken in Nederland. Meisjes ook, maar... maar uiteindelijk denk ik dat het geld uiteindelijk aan de ene kant ervoor zorgt dat kan en het daarna kapot maakt. En daarom, als ik nog even een dikke duim mag geven voor onze sponsor Groenburner. Ik wou er net over beginnen. Hebben wij van tevoren gewoon mogen zeggen en dat gewoon van jongens, wij vinden het super tof dat jullie dit samen met ons willen doen.
Maar wij bepalen gewoon wat erin komt. Voor televisie zijn de budgetten zo groot dat er niet één bedrijf is die dat allemaal op zich kan nemen en die je dan ook nog de volle vrijheid geeft. Ja. Ja, dat is dus je komt altijd uit bij Sponsor TV. Ja, en, ja, helaas wel. En daar zijn in Nederland natuurlijk de meest vreselijke vormen van geweest in het verleden. En ik weet niet of het nog steeds bestaat. Ik geloof dat MotorNL zoiets maakt, zo'n programma. Nou, dat is echt niet om aan te gluren. En dat is gewoon omdat het alleen maar commercials zijn. Als bedrijf betaal je gewoon van, joh, ik wil dat een item van 3 minuten gaat over mijn Honda Monkey. Dat kan best. Mm-hmm. Maar dan moet je gewoon dokken. Ja. Nou, dan wordt het gewoon volledige sponsor TV. En dat past niet zo goed. Hebben jullie in Nederland nog autotelevisie? Echt een autoprogramma? Want alleen maar gesponsord. Als we het hebben over dit soort programma's voor petrolheads, dan kom je onvermijdelijk uit bij een Top Gear. Klopt. Uiteindelijk maakt iedereen een Top Gear na. Iedereen wil een Top Gear. Iedereen wil dat, maar uiteindelijk kan dat nooit. Maar in Nederland bestaat het ook niet meer. Want als ik dan spreek voor België, het enige autoprogramma wat wij nog relatief lang op tv hebben gehad, en wat volgens mij nu ook niet meer is, dat was dan Fleet TV. Okay. Dat was echt puur de zakelijke kant, leasebakken, et cetera. Op kanaal Z uiteraard, waar het voor de zakelijke kijker, de beursgenoteerde fleet managers gemaakt dat werd. Dat wordt natuurlijk verschrikkelijk. Die organiseerden dan ook een fleet manager van het jaar, verkiezingen, een leaseauto van het jaar, et cetera. Een normaal autoprogramma nog wel. Ik vond dat ze nog redelijk cool deden, want dan in België zit je uiteraard ook nog met dat tweetalige, dus dan werd Frans ondertiteld en Nederlands ondertiteld en ga zo maar verder. Maar uiteraard kom je uit bij sponsor televisie. Daar eindigt het altijd mee, maar Fleet TV, ja, toch duimpje omhoog. Dat deden ze nog heel goed. Ze hielden daar heel mooi de lijn in het midden, omdat het ook de enige plek was waar iedereen nog terecht kon. En in de automarkt zit er heel veel geld en interesse achter, zeker voor die leasemarkt. Dus daar kwam het nog redelijk goed uit. Maar ik weet dat ze in het verleden ook van die Top Gear lookalikes hebben proberen te maken. En dat was hopeloos. Ja. Nou, in Nederland hebben we volgens mij nog wel een autoprogramma. En zelfs een vrachtautoprogramma, een truckprogramma. Okay. Maar dat is allemaal Sponsor TV. Ja. Volledig Sponsor TV. En dat ik weet nog inderdaad van, god, zijn naam is Monschoten, maar die heeft vroeger ook nog wel eens een autoprogramma gedaan in Nederland. Ik bedoel, god, weet je vent. Nou, ding is dus. Ding is. En dan was op een gegeven moment was het dus echt van, nou, de auto van het jaarverkiezing. En dat was dan de enige echte Subaru Mini Jumbo auto van het jaar. Het mooiste is hou op. Let bij al die programma's op de aftiteling. Aan het einde komt de aftiteling. Dit programma, dat moet er ook in zitten. Ja. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door. Nou, dan zie je dus en dan ga je al. Alle merken voorbij komen waar de onderwerpen over gegaan zijn. Dat is hoe het werkt. Ja. Altijd een beetje met een gekleurde bril bekijken. Ja. Volgend onderwerpje dan maar. We hadden nog een preview eigenlijk, voor jou dan. Je gaat de 100 calls rijden. Ja, de 100 calls. Een evenement waar jij vorig jaar ook hebt aan deelgenomen? Nee, ik heb niet deelgenomen. Nee, 100 calls, dit is dat gaat over... Ja, we hebben een soort previewtje gehad toen met Kawasaki, meen ik. Dat we hem... Dat was die perspresentatie waar jullie een stuk van gereden hebben. Ja, en toen hebben we gereden... Nee, dat andere evenement van dezelfde organisator was het toen. De Kromride. De Kromride heb je ook nog. Ja, het is van dezelfde organisatie. Ja, het is een evenement komend weekend. De 100 calls met dubbele L, want het is Catalaans. En dat wordt georganiseerd door degene die ook alle Kawasaki-introducties doet en dergelijke. Nou, in ieder geval, het is een Catalaan. Zeg nooit Catalonië. Nooit met Spanje, want dan krijg je ontzettende ruzie. De 100 calls, dat is een, hoe zal je het noemen? Een rally, zeg maar. Nou, ik kan het wel even laten zien. Dit is Catalunya. Er staan allemaal stippen op. Van calls. Voor de mensen die niet naar de vlog aan het kijken zijn, het is gewoon een landkaart met een hoop stipjes op. Met een hoop stippen erop. Inderdaad. En je hebt groene stippen, je hebt blauwe stippen. Nou, per call kan je punten verdienen. Ja. Aan de hand van de hoogte, geloof ik een beetje. Want de call is een soort van bergpas-achtig ding. Ja, aan de hand van de hoogte. Maar je moet die calls nog wel zien te vinden. Want dit stuk papier, dat is allemaal wel leuk en aardig of zo. Maar je moet ze ook nog allemaal precies weten te traceren en dan ook nog in je TomTom donderen of wat dan ook, of in je telefoon. In ieder geval, ik ben 2 dagen bezig geweest om een route voor mezelf uit te kiezen, te selecteren. Waarbij je zoveel mogelijk punten scoort. Waarbij je zoveel mogelijk punten scoort, maar bij mij is het eigenlijk sowieso al een kansloze missie, omdat ik ben ook gebonden aan het maken van video en fotografie voor de bladen. En dat kost allemaal hopeloos veel tijd en dergelijke. Ja. Bovendien ga ik niet op een GS of zo. Of op een andere vanzelfsprekende Allroad. Maar
heb ik het in mijn hoofd gehaald om met een ZX4 RR dat te gaan doen. Logische keuze. Zelfs Kawasaki Spanje raden het me af. Toch wel, ja. Die hebben gezegd van, gaat het wel goed met je en zo. Ik zeg, nou, als jullie zo reageren, dan zeker. Dan ga ik zeker. Ja. Maar goed, in ieder geval, daar ga ik dus mee die rally, rally doen, zeg maar. En het is grappig gewoon, omdat je niet in een kolonne, zeg maar, zo, nou, dan gaan we nu de Stelvio op en dan gaan we nu naar Bormio. Iedereen zoekt het maar zelf uit. Maar en je gaat het alleen doen? Ja, ik ga het zo'n beetje alleen doen, ja. Ah, okay. Wat ik van de organisator van Johan begreep, is wat hij leuk vond, is dat er ook nogal vriendenclubjes zijn, die met die kaart en dat alles in bestanden gaan gieten en enorm gaan zitten puzzelen. Wat je moet doen om die punten maximaal te scoren. Ik wil geen vrienden, dat sowieso niet. Ik heb ze ook niet. Ja. Nee, dus ik ga het gewoon helemaal eigenwijs doen. Ik ga het gewoon allemaal helemaal eigenwijs zelf doen. Oké. En ja, ik moet Johan er wel eens op aanspreken, want qua luie organisatie kan dit toch tellen. Hè? Dit is echt, maar dit is een landkaart, jongens. Er staan wel stippen op en zoek het maar uit. Ga maar rijden. Dat. En hij heeft trekkers. Iedereen krijgt een trekker. Ja. Weet je wel? En het goede is ook, weet je, die zult altijd van die halve zolen hebben die dan denken, oh, dan ga ik lekker s'nachts ook rijden. Maar dat gaat niet, want die trekker die stopt om 9 uur 's avonds en die gaat pas om 7 uur weer aan. Okay. Om de mensen toch verplicht de rust te gunnen. Ja. Maar ik denk dat het wel een aardig stukje geknald zal gaan worden. Het is, in totaal is het dus 48 uur en de winnaar van vorig jaar die had bijna 2100 kilometer. Zo! In 48 uur, dus 3 dagen. Of en dit zijn geen snelwegen. Ja. Ik moet toegeven, mijn eerste gedachte is dan van dat kan beter, maar inderdaad, als je daar Catalonië een beetje kent. Ja. Dus dat is best wel heavy. Op een dikke GS, dikke Super Adventures. Maar die staan ook 's ochtends om 7 uur, als de trekker gaat werken, staan ze aan de voet van de call die ze moeten doen. Ja. Ja. Al met de start control, de launch control klaar. Exact dat. En er zijn een paar super calls, geloof ik, zitten erin. Ja. Heb ik mooi. Johanna heeft me dat uitgelegd. Die staan op de verste punten. Ja, klopt ook daar, nog. Daar pak je dan de meeste punten mee. Dus het is echt een geweldig idee. Dus wat ik ga doen, ik land donderdag op Barcelona. Ik ga als een gek gelijk naar Falset. Oh, naar Falset. In ieder geval dus in het zuiden. En dan langzaam naar boven. Maar je bent ook afhankelijk van het weer, want het schijnt ook wel aardig kut weer. Kan daar goed spook ook. Het is eigenlijk een soort van gumball rally, maar opdat de politie niet langs het traject zou staan. Ja, maar dat kan ook. Kan je zelf de route zelf creëren? Het is 1000 vierkante kilometer of zo. Ja, briljant. Super slim gedaan. Maar dus de politie zal best wel wat proberen. Zal aanwezig zijn. Ja, de mossels heb je daar. En hij zegt ook, Johan, dus de organisator zegt ook, joh, het is zo grappig, want ik weet gewoon, ik hoor ook van iedereen zit helemaal zichzelf gek te maken ook van, oh fuck, kunnen we dit kolletje, kan ik ook nog wel pakken? Dan pak ik weer wat punten en dit en dat. Dus En dan vooral de mensen die dan de planning doen met meerdere mensen met computerprogramma's erbij, met van alles en nog wat. Exact dat. En wat doet de organisatie? Die gaat dan ergens in een of andere resort zitten. Wacht het gewoon af. Die kijkt naar gewoon allemaal beeldschermen met allemaal mieren die daar rondkrioelen van de trekkers. Ja. Ja. Nou, leuk. Erg leuk. Als je dit nu hoort, volgend jaar zal er vast weer een Cento call 100 zijn. 100 calls doen. Ja, moet je absoluut doen inderdaad. En volgens mij kan je het verslag gaan lezen in de Kickstart, Jozef. Okay, precies. Kijk, dat. Dan TZT. Moeten we het nog eventjes hebben over afgelopen weekend. Hè. Ik zei het al. Jij gaat dus bijvoorbeeld naar een hoogdag voor motorrijders in Catalonië. Ja. Maar afgelopen weekend hebben we 2 hoogdagen gehad voor fans van het sportieve motorrijden. Namelijk in Assen was er de Superbikes. Dat was ik. Daar ben jij naartoe geweest. Ja. En ik heb als een televisieverslaafde aan de computer gehangen om te kijken naar Le Mans, de 24 uur, het begin van het endurance seizoen, waar ook wel een paar Nederlanders en vooral redelijk veel Belgen inactief waren. En niet onbelangrijk, het team van onze sponsor, Kroonburner RAC 41. Tweede geworden in de Superstock. Inderdaad. Wow. Ja, die hadden natuurlijk nog wel iets goed te maken. Dat hebben we in de podcast ook al besproken, een paar afleveringen terug. Kroonburner RAC 41, die waren vorig jaar eigenlijk kampioen geworden in de Superstock liever. En ter 11e uur toch nog een controle van de inhoud van de benzinetank werden ze gedisqualificeerd in Frankrijk door de Fransen. Wonnen een Frans team. Trek zelf je conclusies. Dat is geen toeval, hè? Ja, dit keer werden ze tweede. Ook wel weer achter Nationaal Moto. Ik hoop vooral voor Wayne Tessels, de Nederlandse man, dat hij nog een goede wedstrijd gaat rijden in Spa. En dan vervolgens is het Suzuka en De Boldoor op Paul Ricard. Ja. Als laatste wedstrijd waren ook redelijk wat Belgen actief. Bram Lammerix helaas sleutelblad.
sleutelbeen gebroken liever. Luca de Vrijschouwer uitgevallen, jammer. Maar vooral de Belgen van het BMW Motorrad Endurance Team. Dat is echt op wereldniveau. Tweede, hè? Die zijn tweede geworden. Die hebben het heel goed gedaan. Suzuki gewonnen, moeten we even melden. Suzuki gewonnen. GSX-R1000. Ongelooflijk. Welk team? Het CERT. CERT. Ja. Echt waar? Ja. Dat is... Yoshimura CERT heet het dan. Dat is wel heel leuk. Ja. Dat is op zich een interessant verhaal, want Suzuki doet qua race-inspanningen niks meer. Nee. Maar nu komen ze in het Endurance. In Suzuka komt Suzuki zelf opnieuw met een fabrieksteam. Die zijn dan ingeschreven in de ontwikkelingsklasse. Ah. Met een motor die er eigenlijk uitziet exact hetzelfde als die van het CERT, maar in de blauw gespoten. En die gaat rijden met 40% biologisch verantwoorde brandstof. Ja, boeien. Je rijdt de hele motorspel mee, hè? Exact dat. Dus Suzuki terug aan het racen, goed. Ja. En het CERT, een Frans team, die toch maar blijven verder knallen met Dominique Million. Met die oude Suzuki-blokken. En niet onverdienstelijk, want ze winnen hier over de kick. Dat vind ik echt tof. Dus dat is cool. Die Suzuki's had je misschien... ik weet niet of ze nog... In Amerika zijn ze heel lang doorgereden. Dit weekend was er ook Moto America namelijk. Ja. British Superbikes was ook dit weekend. Hebben ze ook maar lang doorgereden met GSX-R1000. En er was ook nog Junior GP. Dus voor de rest was zat te volgen op televisie. Ja. Aan alle kanten, zeg maar. Ja, Nederlands race-succes ook in Assen. Ja, zeker. Glenn van Stralen won de supersportrace gisteren. Het was echt een bizar weekend met alleen maar regenbuien. Wel niet. Bandenpoker aan alle kanten. Toprak die er eentje wint. Toprak Razgatlioglu. Ja, die. Ja, inderdaad. Het beroerde was een beetje... Ik dacht, weet je wat, ik ga alleen maar zondag. Want ik vind eigenlijk van dat weekend die zaterdag... Ja, het is wel gaaf, maar het is het toch net niet helemaal, vind ik. Maar dan is het vrijdag en dan loopt je hele social media vol met mensen die er al zijn. Dus ik denk op vrijdag, weet je wat, ik kijk toch even of ik niet van zaterdag op zondag kan overnachten in Assen. Er was nog één kamertje te huur bij de firma De Bonte Wever. Nou, De Bonte Wever is een enorm hotel daar. Het was wel 301 Jezus. Euro voor één overnachting. Normaal kost een kamer daar 80 euro, volgens mij. Maar nu 301 euro. Echt. Ik gun iedereen zijn winst. Ik gun iedereen zijn plezier. Maar dit was gewoon obscene. Ja. Ja, nou dan. Wat een... Hé, maar Spinelli... Vertel dat vooral eens. Ja, een bandenpoker. Dat is het leukste verhaal van Assen, vond ik. Ja. Nicola Spinelli, die op zaterdag de race gewoon wint, die is daar als invaller. En die maakt dan de juiste bandenkeuze. Maar eigenlijk de hele dag door, op zaterdag en op zondag, was het de juiste bandenkeuze. Mm-hmm. En eigenlijk was vaak de foute bandenkeuze de juiste. Want met de World Superbike Race had ik dat ook nog wel kunnen zien gebeuren. Dat jongens met regenbanden weggegaan waren, maar het was droog. Het ging ook inderdaad binnen één ronde enorm regenen. Maar niemand had het lef om al regenbanden te steken voor de race. Maar voor de rest was het dat gewoon inderdaad. Maakte een goede keuze. Het verhaal van die Spinelli is zo ongelooflijk. Maar gewoon, je ziet de hele wedstrijd. Oké, hij vertrekt. Bam, 20 seconden voorsprong. Ja. En dan zie je dat afbouwen. En in de ronde waarin je weet van, oké, nu is het verhaaltje gedaan. Rode vlag. Bam, rode vlag. Klaar. Ja, dan blaast iemand zijn blok zo om. Zo mooi. Echt heerlijk. Ja. Ik dacht bijna van, nou, dat heb je bijna afgesproken met je teamgenoot. Weet je, trek even die olieplug eruit, want dan gaan we. Van die, dan kan ik hem winnen. Ja, geweldig. Prachtig. Ja, hey, misschien nog één kleine toevoeging van Le Mans die ik me bedacht. Want oké, het endurance racen, ik heb er al genoeg reclame voor gemaakt in deze podcast. Ga allemaal kijken in Spa. Enorm coole vorm van racen. Duurt lang. Je moet je inwerken. Maar het is een moeite waard. Het duurt zo lang. Je moet ook van bier houden. Ja, bier helpt. Ja. En volgens mij heeft Michael Dunlop dat ook gehoord. Want in voorbereiding van zijn road racing was hij ook in Le Mans aanwezig bij een team. Die rijdt voor TRT 27. Een Frans team met alleen maar Engelse piloten. En dan weet je meteen al waar het schoentje gaat wringen. Zeker met Michael Dunlop, met zijn Noord-Iers. Dus die hadden iemand nodig om een beetje te vertalen, om de communicatie tussen de piloten te verzorgen. En dan vonden ze niemand minder dan Steven Jeusaert, de uitbater van Harley-Davidson Gent, die vroeger ook wel een beetje actief was in het kleinere endurance race in België. Die werkte toen voor een Belgisch team. Daar is een piloot van terechtgekomen bij dat TRT-team. En nu hadden ze hem opgebeld van, kijk, we zitten hier echt om in een probleem. De communicatie tussen die piloten moet goed verlopen. Laat staan tussen het team en de piloten. Wil jij niet wat komen vertalen? Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus die werd dan ingehuurd om een Michael Dunlop zijn... even te vertalen naar 3 kliks meer voorspanning vooraan. En misschien toch even die achterkant verwisselen. Wel even belangrijk. Dat soort shit. En ze zijn 2 keer op hun bek gegaan. Want ook dat hoort bij endurance racen. Maar ze hebben de race toch maar uitgereden. En die Michael Dunlop, eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat hij zo snel ging zijn op een gesloten circuit.
Nee, niemand. Nee. Ik, ja. Maar dus. Ja. Maar ik denk dat zo'n Steven, crash probeer job. Ik me. Probeer ik me dan te, dat hij waarschijnlijk zei, it's pissing oil. En dat ze dan wat anders vertaald verstaan werd. En dat ze dus gewoon weer met dat ding naar buiten gingen. Dat moet haast wel. Ja. Ja. Prachtig. Nee, maar helemaal, het was weer de moeite om te kijken. We hebben nog een laatste onderwerp, jongens. Ja, we hebben nog een dat is wel een heel belangrijk, vind ik, voor de luisteraars. Joost, ga je het zelf... Ja? Ja, doe maar. Joost. Jezus. Ja. We maken het niet zwaar of zo, hoor. Hè? We maken het niet zwaar. Nee, maak het niet te zwaar. Maar ik ga in ieder geval wel de podcast vaarwel zeggen. En dat is verder niet onder druk van deze of geen. Nee, je flauwekul. Nee, maar ik stop ermee. Ik vind, stop op je hoogtepunt. 50ste editie hebben we nu. Die doen we vandaag, as we speak. En wel lang over nagedacht. Maar ik denk dat ik toch gewoon... Ja, gewoon toch weer volledig gaan concentreren op de porno-industrie. Joost, Jeremy. Nee, je zit hier toch weer grappen te maken. Nee, dus ja, dat is het eigenlijk. Ja. Joost, staat er nu op. Ik vind het heel jammer. Echt waar. Ik ook. Ik vind het ook heel... Ik vind het gewoon stom. Ik zal het ook gewoon even uitleggen. Ik vind het altijd leuk om te doen. We hoeven er allemaal niet dramatisch over te doen. En dat moet ik jullie ook zeggen. Elke keer heb ik ook ongelooflijk veel opgestoken. Want ik heb me altijd verbaasd over van hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er in de motoren afspeelt. En dat ik ook vaak het gevoel had dat ik van, ja, ik zit hier gewoon een beetje bij. En als het over vroeger ging, dan kom ik met mijn oude koeien uit de sloot halen. Met mijn oude lulverhalen. Mm-hmm. Dus, maar ja, goed, op de een of andere manier heeft dat wel altijd een ontzettend gave drie-eenheid gevormd. Iwan... Ja, toch de ongelooflijk goed op de hoogte zijnde eigenwijze donderstraal. Arno op een andere manier weer. En die gezonde buitenlandse invloed, zeg maar, al is het België. En ik dan met mijn oude lulverhalen. En dus ik ga meer video doen. En ik heb sowieso gewoon mijn gebruikelijke werkzaamheden als vertaalwerk voor deze en gene. En ik kan het onderhand echt niet meer, zeker in combinatie met video, kan ik het allemaal niet meer helemaal stroomlijnen met elkaar. En ik moet gewoon afscheid nemen van dingen. En dat doe ik dan altijd vrij rigoureus. En zelfs deze hele leuke podcast, die moet er dan ondersneuvelen. Dus. Nou, mooi, lekker is dat. Dank, vrienden. Speciaal heb ik ook voor de gelegenheid, heb ik ook grenadine voor jullie ingeschonken. Mm-hmm. Joost, we gaan je ontzettend missen, nog man. Wat het wordt polonium erin. Onmogelijk om een opvolger voor je te voorzien. Ja, ik zou ontzettend graag iemand jullie willen aangeven, maar godverdomme. Ja. Ja, wat voor figuur moet je daarvoor zoeken? Ja, nou, en die ook nog met die subsidie van de reclassering komen. Ik weet in ieder geval dat we Lieve Joost gaan missen. Ja. Dat staat vast. Schrijf uw brieven dus in de toekomst niet meer naar Lieve Joost, maar naar Lieve... Nou ja, afijn, er komt nog wel wat. Dat is het einde van het verhaal. Joost. Ja, ik vind het ontzettend jammer. Ja? Ik vind het eigenlijk ook wel heel jammer. En ik vind het gewoon stom. Jij blijft het gewoon niet begrijpen waarom allemaal. Nee, ik ben er ook maar gewoon tegen. Ik moet gewoon een beetje meer rust in mijn kop hebben. Of in ieder geval een beetje structuur in mijn hoofd. En ik vind ook dat vrije keuze schromelijk wordt overschat. Ik bedoel, Vrije keuze. Ja. Dat. Nee, super jammer. Joost, echt waar. We gaan iemand anders zoeken om dat dan dat gat op te vullen. En ik denk dat je gewoon... Dat je binnen 2 weken ons gewoon weer huilend belt en zegt... Jongens, laat me terugkomen. Want ik, is het zo. Ik heb nieuws voor je. Ik sluit niks uit. Ja, precies. Maar nou, daarmee, dan sluiten we het maar wel zullen af we daarmee. Deze afsluiten. Wij waren Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl. Arno Jaspers van maxmotor.be. En Joost. Lieve Joost. Ja, van het complete vijver onderhoud. Ja, en ook wel van Kickstart. Heel veel bedankt voor alles, man. Veel succes. Dank jullie wel, jongens. Leuk dat je luisterde naar de GroenBurner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!